De eiwitten in ons lichaam die uit ons DNA worden gevormd, zijn verantwoordelijk voor de opname, distributie, het metabolisme en de uitscheiding van medicijnen. Omdat we allemaal onze eigen variaties in onze genen hebben, zijn we allemaal genetisch een beetje anders. Dit maakt dat we allemaal op een andere manier kunnen reageren op medicijnen. ALDH2 staat voor aldehyde D-hydrogenase 2, een belangrijk enzym dat betrokken is bij het metabolisme van alcohol. ALDH2 is verantwoordelijk voor de afbraak van een giftige stof, namelijk acetaldehyde, die ons lichaam binnendringt door alcoholgebruik, roken, luchtverontreiniging en hoge suikerinname. Normaal gesproken breekt het ALDH2-enzym acetaldehyde snel en veilig af. Genetische variaties in het gen dat voor dit enzym codeert, kan ervoor zorgen dat ALDH2 niet goed functioneert en als gevolg daarvan wordt acetaldehyde niet goed afgebroken, hoopt het zich op in het lichaam en veroorzaakt mogelijk schade. Langdurige blootstelling aan acetaldehyde kan ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben, waaronder een hoger risico op ziekten zoals gastro-intestinale en slokdarmkanker, levercirrose en de ziekte van Alzheimer. We hopen dat deze video heeft geholpen en we horen graag van je als je vragen hebt.